Welkom bij Topnames, iedere dinsdagavond vanuit Freedom Lab in Amsterdam. De gast is Derk van der Haven. Derk, je bent van Brenger. Wat brengen jullie? Wij brengen allerlei meubels en andere grote spullen via een koerier die toch al die kant op gaat. En waarom zijn jullie dat gaan doen? Nou, het idee is ontstaan door mijn compagnon, Wisse Koedam, die ooit zijn schoonmoeder vergat haar telefoon in het oosten van het land. En zij woont in de buurt van Utrecht. En ze vroeg aan hem of hij die telefoon kon ophalen de volgende dag. En zij zelf kon niet en hij ook niet. Zei, is er niet een platform of iemand die toch al deze route rijdt die we zo kunnen vinden? Via een app of iets dergelijks. En die kon hij niet vinden. En toen, we hadden eerder al gesproken om een idee, hadden meerdere ideeën uitgewerkt. En toen belde hij me en toen zijn we dit gaan onderzoeken. We doen niet heel veel, vervoeren niet heel vaak mobieltjes. En we zijn uiteindelijk vooral grotere spullen gaan vervoeren. Maar zo is wel het idee ontstaan. En, maar jullie zijn een platform, zelf vervoeren jullie eigenlijk niks? Nee, we hebben geen... Dat is het idee toch? Ja, we zijn een platform die de twee partijen verbindt. Dus je zegt wel wij vervoeren, maar jullie... Via de couriers aangesloten op ons platform, ja. Oké. En nou zijn er 1001 couriersdiensten in Nederland en heel veel particulieren met busjes. Ja. Waarom zou jullie platform daar iets aan toe kunnen voegen? Goed om te zeggen is denk ik dat we begonnen dat iedereen iets mee kon nemen. Dat was het ideale beeld. En we zijn overgegaan naar professionele couriers. Couriersbedrijven, ZZP'ers. Ja. Wat we eigenlijk zien is dat veel couriers die hebben vaak een eigen netwerk waar ze opdrachten uithalen. En daardoor krijgen ze opdrachten te reizen het hele land door. Maar vaak nog steeds met veel onbenutte ruimte in hun bus. En ze hebben zelfs niet het netwerk om allerlei opdrachten binnen te halen. En via ons krijgen ze toegang tot een hele bak aan opdrachten waarmee ze die rit, als ze toch al op en neer rijden, efficiënter kunnen maken. Maar daar geldt in ieder geval voor dat je ook jullie zullen sowieso schaal moeten hebben. Hè? Want als ik een bus heb, ik rijd toevallig morgen van Doetinchem naar Groningen. Ja. De kans dat er iemand is die ook iets wil hebben wat van Doetinchem naar Groningen gaat, is klein. Dus het gaat bij jullie pas werken als de schaal groot wordt. Hebben we al redelijk wat schaal, want dan zijn er genoeg opdrachten die jij kan meenemen. We kunnen eventueel kijken nu wat er is, of doet er naar Groningen op de route. Maar ja, je krijgt als courier, kan jij bij ons invoeren dat jij vaak van Doetinchem naar Groningen rijdt. En dan krijg jij alles wat op die route is of terug, krijg jij een mailtje van dat er opdrachten zijn. Dus dan kan jij je aanbieden als dat zo is. Zo kan je dat ook voor meerdere routes doen. Ja, jullie... Nou ja, een idee is één ding. Hè. Daarna zijn jullie gaan onderzoeken. Ja. Heeft een ander het al niet bedacht? En waarom niet? Ja. Wat hebben jullie in die onderzoeksfase geleerd? Veel dingen. We zijn dus achtergekomen dat het voor grotere spullen beter zou zijn om mee te beginnen. Omdat je, als jij een bank op Marktplaats koopt, dan hoef je die niet per se dezelfde dag terug of de volgende dag. Als je mobieltje kwijtraakt wel. We zijn ons gaan focussen op die grotere spullen, kasten, banken, wasmachines, alles, scooters, noem maar op. En toen zagen we dat die markt vooral op Marktplaats, maar ook op veilingen en natuurlijk het goederen tussen bekende vrienden en familie, veel grotere markt dan we dachten. In ieder geval 40 miljoen verkochte spullen van dat formaat in Nederland per jaar. Dus dat vonden we een groot genoeg markt om mee verder te gaan. En toen zijn we dus gaan kijken van hoe moet zo'n platform eruit zien in onze ogen. En we hebben afgelopen 2 jaar en een beetje heel veel geleerd ook daarin. Hoe het er op het begin uitzag was heel vrijblijvend, waar je je verzoek kon plaatsen en zelf de prijs kon bepalen. En dan ging je onderhandelen met degene die het wilde brengen over de prijs, maar ook over de datum. En tegenwoordig zijn we veel meer op service gericht, dus dan plaats je je verzoek, zie je de prijs die wij daarvoor rekenen, op een formule gebaseerd. En kies jij een moment wanneer je dat wil. Maar dat kunnen we doen omdat we meer schaal hebben, omdat we weten dat we daar wel een courier voor vinden. Ja. Die schaal is natuurlijk interessant. Jullie zijn net begonnen. Wat ik ook interessant vind, laten we daar even mee beginnen. Het allereerste idee, zei je, was dat iedereen die met een auto rijdt in principe natuurlijk tot jullie groep zou moeten behoren. Is uiteindelijk nog steeds het idee. Want al die kofferbakken die zijn allemaal leeg. Ja. En daar kan natuurlijk best wat in. Ja. Je zei dat jullie dat hebben verlaten en je zijn gaan richten op weer de professionele vervoerders. Waarom? Want dat lijkt me juist het aantrekkelijke van jullie idee. Ja, voor nu. We denken dat we dat ooit weer kunnen als ons platform gewoon heel goed staat en de regels heel duidelijk zijn dat het heel makkelijk is. Ja. Maar voor nu is het makkelijker werken met een groep van couriers die het vaak gebruiken, dagelijks of vaker in ieder geval, dan die particulier die 1 keer in de week of toevallig iets kan meenemen. Daarnaast hebben de couriers over het algemeen een bestelbus.
dat dat handig is als je grote spullen wil vervoeren. En voor hun is de toegevoegde waarde dus ook groot om ombrenger te gebruiken, omdat zij dagelijks dit probleem ervaren. Ja, want het grote probleem is natuurlijk dat die vaak een ritje hebben naar Eindhoven en dan terug leeg rijden. Vaak uit het netwerk hebben ze een ritje dat ze vanuit Amsterdam naar Eindhoven rijden. Ja, ik heb vroeger als student bij een couriersbedrijf gewerkt. Ja. En toen was schaalgrootte echt al een discussie. Ja. Want en daarom werkten heel veel couriersbedrijven toen al samen. En dat gebeurde omdat nog steeds. Omdat ze zagen dat het een win-win was, omdat ja, elke lege ritje kost natuurlijk geld. Ja, dus transporten worden nog steeds uitgewisseld tussen couriers. Ja. En wij zijn eigenlijk een platform die allerlei transporten verzamelt en waar couriers uit kunnen vissen. Ja. En wij proberen dat zo makkelijk mogelijk te maken om beide kanten bij elkaar te brengen. Hey, als je dan zo'n platform begint, wat zijn de grote uitdagingen die je moet overwinnen? Überhaupt een platform maken. Hoe doe je dat? Want jullie zijn jij bent zelf geen techneut en je partner ook niet, hè? Nee, dus dat was ook uitdaging 1. Hoe gaan we dit maken? Nou, toen zijn we gewoon gaan praten met allerlei partijen die dat eventueel zouden kunnen doen. Uiteindelijk zijn we in zee gegaan met een partij die in Amsterdam-Noord zit. Dat was een hele welke? Unk Inc. heette zij. Unk Inc. Oké. En dat is een hele goede keuze geweest. En die hadden ook veel verstand van over hoe je dingen kunt valideren vanaf moment 1. Dus dat, en dan vervolgens kijken wat werkt er en waarom werkt het. En, zoals ik zei, in het begin was het platform dus veel vrijblijvender en daar hebben we gewoon heel veel lessen geleerd. Dus ja, dat gaan we elke keer onderzoeken en eigenlijk vooral klanten ondervragen. Van wat is nou, waarom jullie dit wel of niet doen? Dat doen we nog steeds. Ja, maar goed, dan sla je even de hele techniek over van zo'n platform. Dat is natuurlijk ook wel een dingetje. Ja. Hoe krijg je dat voor elkaar? Nou, we hadden dus eerder. Je kunt niks doen als je geen platform hebt. En een platform kost heel veel geld. Ja, dus we hebben allebei 10.000 euro van onze ouders geleend om het eerste versie van het platform te financieren. Er was geen andere keuze, simpelweg. Ja, maar van 20.000 euro kun je toch geen platform bouwen? Nee, maar zij hebben het weten presteren om een MVP te bouwen. En met die MVP, ja, daar schortte heel veel aan. Maar het was wel genoeg om mensen op te laten. En het deed misschien pijn in je ogen, maar het werkte wel. En dat zeiden zij ook tegen ons, voordat we allerlei dingen moeten gaan bouwen, gaan we maar proberen. En dat was supergoed advies. Ja. Dus daarmee hebben wij ook ons kunnen valideren en de eerste klanten kunnen krijgen. En dat waren er niet veel, maar wat er kwam, probeerden we alles uit te halen. En zo hebben we uiteindelijk, door met een werkend platform en kunnen laten zien dat er iets van werkend product is, hebben we wel de eerste investering kunnen ophalen. Waardoor we verder konden met het ontwikkelen. En zelf een minimumloon krijgen en door te gaan. Ja, en dat is twee, drie jaar geleden waar je het over hebt? Ja, dus dit was oktober 2016. Dus dit is iets meer dan 2 jaar geleden. Oké. Okay. En waar sta je dan nu? Want ik las ergens dat jullie net 1 miljoen investeringsgeld weer hebben opgehaald. Dus het moet heel goed gaan. Ja, dus, het gaat ook goed. We hebben inmiddels inderdaad 2 miljoen ongeveer opgehaald. We hebben bijna een team van 15 mensen fulltime werken. Een intern development team van 5 man. Je hebt nu wel je eigen. Dat is cruciaal uiteindelijk voor de kosten, maar ook voor de snelheid. Vorige week is een Iraanse developer daar gestart. En een Hongaars zit ook in ons team. Dus het gaat goed. We hebben allerlei partnerships gesloten, onder andere met Marktplaats, maar ook met veilingen zoals BVA, Troostwijk. We zijn ook steeds meer meubelzaken die ons gebruiken. Dus het is allerlei. En hoeveel pakjes vervoer je dan per week op het moment? We doen ongeveer iets meer dan 2000 per maand. En dat zijn echt, jullie focussen helemaal op grote dingen? Voornamelijk, ons meest vervoerd is volgens mij banken. Banken? Ja. Ja, allerlei meubels, maar ook, wat ik net zei, witgoed. Maar noem het maar op, zo gek het. Ja, het kan allerlei, ook industriële apparaten. Eigenlijk alles wat niet in je auto past en wat vervoerd moet worden. En hoe groot schatten jullie die markt in Nederland? Nou, wat ik net zei, ongeveer 40 miljoen grote spullen worden verhandeld per jaar op marktplaats, veilingen, dergelijke. En die markt tussen bekende familie en vrienden wordt verhandeld, is lastig te kwantificeren. Zo groot in ieder geval. En dat is ook gigantisch. Want iedereen die iets groots koopt op marktplaats, heeft dit probleem. Dus, of je moet iemand kennen met een busje in je omgeving. Ja, hey, maar jij, toen je begonnen was het, je zei van, we waren om ons heen aan het kijken naar ideeën, wat zou je nou kunnen beginnen? En dit was een ding waarvan je dacht van, hier zit potentie in. Een idee is één ding, het gaan doen is een ander ding. En het dan leuk blijven vinden is nog weer een ander ding. Ja. Wat is voor jou, als je nu terugkijkt, zeg maar,
Waar word jij blij van dit hele traject? Om veel dingen. Ik denk, ja, de dingen die we bedenken, vervolgens testen, kijken of het werkt en vervolgens daar iets mee doen of niet mee doen. Dus vooral hoe snel we dingen kunnen maken of testen. En dat met een jong, ambitieus team die samen met elkaar ja, de wereld wil veroveren. Zo voelt het. Ja. Hey, en hoe is de concurrentie van partijen die ook de wereld willen veroveren? Ja, er zijn twee, drie vergelijkbare concepten in Nederland. Die ongeveer hetzelfde doen. Wel zitten wat detailverschillen in. En in andere Europese landen zijn er wel wat andere platformen waar je makkelijk grote spullen kan laten vervoeren. Ik denk dat onze insteek wat betreft het gemak en transparantie, dat je meteen ziet wat het kost en dat het heel makkelijk geregeld is, dat we daar op ons kunnen onderscheiden. En vervolgens de service die we daar aan bieden. Maar ja, kijk, logistiek of transport, het vervoeren van grote spullen is niet nieuw. Nee. Ja, en toch, het klinkt allemaal fantastisch en je verkoopt het ook heel goed. En, wat mij fascineerde, en dat deed me denken aan van hoe heb je dat nou aan het begin gedaan? Jullie bieden ook, want je, in theorie kan ook niemand beschikbaar zijn. Dus ja. Hoe garandeer je nou dat je spullen ook vervoerd worden? Want dat is de reden natuurlijk dat ik dingen met de post laat versturen of met een courier. Ja. En die bel ik en die garanderen dat het ook gebeurt. Ja. Hoe doe jij dat? Wij hebben denk ik na één maand besloten dat we dat moesten garanderen. Want op onze website stond toen ook, verstuur je spullen via een courier die toch al die kant op gaat. En een van de eerste vragen die onze bezoekers hadden, wanneer is het er? Wanneer gaat dat gebeuren? Ja. Dus toen zeiden we, oké, nou, we gaan zeggen gegarandeerd bezorgd. En eerst was dat binnen 2 weken, toen was dat 7 dagen, toen was het 5 dagen, toen was het 3 dagen. En nu zelfs op dezelfde dag kunnen we het garanderen. En dat is omdat Wis en ik op het begin zelf redelijk vaak in een bus hebben gezeten. Nou, dat deed je echt letterlijk? Ja. Als er niemand zich meldde, stapte ja, je zelf? Ja, maar dat was ook makkelijk te doen, omdat ja. Er niet zoveel was gebeurd. nu hoeven we dat gelukkig niet meer te doen. En nu is nog steeds wel de traditie dat iedereen die nieuw is, dat in ieder geval 1 keer moet doen. Maar nee, we hoeven dat niet meer te doen. Maar, en ook onze prijzen zijn daar natuurlijk cruciaal op. Als wij weten dat we heel vaak een transport niet lukt naar een bepaalde rit, of dan moeten we daarvan leren waarom dat fout gaat en eventueel de prijs aanpassen. Ja, dus dan moet het duurder worden, waardoor couriers ja, denken, het wel willen doen. Want ja. Misschien zijn er heel weinig couriers die daar rijden. En doe je dat nu allemaal nog steeds handmatig? Want die prijzen? Ja. Ja. Dus dat moet natuurlijk. Ja, want hoe ziet je roadmap wat dat betreft eruit? Want dat lijkt mij echt, dat is niet schaalbaar, om dat elke keer handmatig natuurlijk te beoordelen en aan te passen. Nee, er worden analyses gemaakt wat voor opdrachten er zijn. Dan wordt er gekeken naar wat zijn de algemeenheden in deze opdrachten. Dus wat is er aan de hand. Maar ja, uiteindelijk moet het natuurlijk een lerend algoritme worden. Ja. Maar het is wel echt de volgende stap, denk ik. Het is niet de hoogste prioriteit nu. Maar hopelijk dit jaar nog wel gaat het ergens gebeuren. Oké, zo. Development-wise moet je ambitieus zijn, maar weet ook dat sommige dingen langer kunnen duren. De realiteit kan soms anders zijn. Ja, hoe is dat? Hè? Want je zei net, allebei de founders, wij zijn geen techneuten. Nee. We hebben natuurlijk heel veel startups aan tafel. Over het algemeen is het eerste wat je doet in je core team, is iemand zoeken met verstand van zaken. Ja. Als je over techniek gaat. Hebben jullie dat ook gedaan? We hebben het wel geprobeerd. Ja. Dat doet denk ik iedereen. Tegenwoordig zijn ze heel schaars. Ja. En er waren wel mogelijkheden, alleen daar had ik niet... Hoe hebben jullie dat dan opgelost? Nou ja, door dat externe bureau heeft die rol vervuld eigenlijk. Ja. Nu heb je development in huis. Ja. Hoe stuur je dat dan aan? Want mijn ervaring is dat het best ingewikkeld is als je zelf niet technisch onderwerp... Nee, ik heb geen verstand van zaken als het om de code gaat. Ik denk dat wel de externe bureau heeft... natuurlijk meegeholpen te selecteren wie dat moet gaan leiden. En degene die dat leidt, die vertrouwen wij daar volledig op. Daar een adviseur of iemand die hem helpt is ook goed. Maar wij vertrouwen hem wel in de keuzes die hij daarin maakt. Dus dat moet je denk ik ook als je zelf geen verstand van zaken hebt. Ja. Er is allemaal best een hoop geld erin gegaan. Ja. Wat is het moment, laat ik de vraag anders stellen. Waarom heb je dat geld nodig? Want het klinkt wat jij zegt, je vertelt een succesverhaal. Het
gaat goed, de ja. ritjes, waar ben je niet gewoon winstgevend? Waar heb je dat geld voor nodig? Ja, omdat wij investeren in een schaalbaarder product. Omdat, ja, we, dat... Maar daar heb je toch geen miljoenen voor nodig? Je hebt de eerste prototype van 20.000 euro gebouwd. Ja, maar daarna wordt het wel duurder. Ja? Ja, waar gaat dat geld dan in? Vooral het ontwikkelen bij een extern bureau is... Ja, maar waar gaat dat geld dan in zitten? Nou, dat was de grootste kostenpost. Ja, maar nu dan? Want je hebt net weer nou een miljoen opgehaald. Nu zitten wij, we zijn bijna helemaal weg daar. Ja. Maar we hebben nu ondertussen ook een andere grote kostenpost in een intern development team lopen. Dus dat tegelijkertijd is helemaal een grote kostenpost. Maar die investering willen we graag maken omdat we snelheid willen maken, het product willen verbeteren. We hebben nog 1001 ideeën hoe we het product beter kunnen maken. Ja, noem maar eens een paar. We kunnen het voor de koerier heel veel makkelijker maken en daar zijn we aan het ontwikkelen. Maar dat was een paar maanden geleden een groot irritatiepunt van ze. Dat ze, dat ze dan reageerden op een transport die ze wel wilden doen. En of meerdere reageerden op een transport. En vervolgens reageerde die klant niet of koos de klant een andere. En dan had je, je probeert als koerier een effectief rondje te maken. En dan valt er eentje weg of reageert er iemand niet. En wordt het hele rondje minder interessant. Ja. Dus daar baalden ze van. En we proberen nu mensen in één keer te laten afrekenen. Waardoor onze meer ervarende koeriers in één keer die transporten kunnen claimen. En dus weten dat ze erop kunnen rekenen. En voor hun een omgeving bouwen die heel makkelijk is. Dus waar ze makkelijk overzicht hebben over routes, transporten die ze gaan doen. Maar ook eventueel andere interessante dingen, andere interessante transporten. Hebben jullie net als Uber twee verschillende platformen? Eentje voor de couriers, eentje voor... Ah, het is hetzelfde platform, alleen de courier heeft Maar een aparte app? Nee, we hebben nog geen app. Oké. Okay. Dus we hebben een dashboard voor... Dat maakt het ook wel ingewikkeld, denk ik. Nee, ik denk nu makkelijk. Nee, is niet zo dat je in... Het is gewoon een mobiele het werkt op mobiel. Ja. Oké. Okay. We hebben ooit de keuze kunnen maken, gingen we app of niet. Uiteindelijk willen we wel een app vooral voor de couriers maken. Maar ik denk dat ik ben nog steeds blij met die keuze om dat niet te doen. Omdat het ook een stuk goedkoper is als je niet op meerdere dingen aanpassing hoeft te doen. Als je product nog zo aan het ontwikkelen is, wat die van ons is, dan je moet je veel aanpassen. Dus ja, we leren nog steeds daarin heel veel, denk ik. Dus, Als jij, want ik las een stukje en je bent ook nu heel relativerend, zeg maar. Hè? Want het is een grote zoektocht als ik jou zo hoor praten. En ik heb ook een stuk online gezien en daar vertel je dat natuurlijk ook altijd. Als je naar die hele zoektocht kijkt, wat is nou het belangrijkste wat jij daarvan geleerd hebt? Veel dingen. Ik denk dat je altijd moet vragen aan de klant, omdat je het zelf kan je wel allerlei dingen denken, maar bij ons is het heel belangrijk, vind ik, om alles te onderzoeken wat we denken, dus of testen of de klanten onderzoeken te doen. Dat is denk ik iets, omdat je vaak heel sterke mening hebt, het is echt zo, maar dat valt, is dan toch anders. Van alles. Maar ik denk ook niet dat ik moet zeggen van dit is product en zo is het, want... We hebben nu een mooi product en het werkt goed en mensen zijn er blij mee. En ik denk dat het nog veel beter kan. Ja. maar als je... je zei eerder van in Nederland zijn er een paar partijen die op een vergelijkbaar terrein opereren in het buitenland. Wat zijn jouw ambities? Wat wil je hiermee bereiken? Hoe ver wil je komen? Nou ja, de ambitie is om eigenlijk zoveel mogelijk busjes die rondrijden zo efficiënt mogelijk te benutten. Zoveel mogelijk te benutten. En niet alleen in Nederland, maar ook in andere landen in Europa. En de ambitie is om naar veel meer landen uit te breiden. En ondertussen denk ik wel eerst dat je daar wel klaar moet zijn wat betreft product. En om die stap te maken. Maar het plan is om volgend jaar een pilot in een ander land te doen. Ja. Welk land is dat? Nog niet besloten. Maar een van de andere grote Europese landen, Frankrijk, Duitsland, Engeland, zou logisch zijn. Ja. Ik zag dat je op jullie platform, als je een plaatsnaam intypt, al een enorme lijst krijgt met allerlei plaatsen in worldwide. Ja, dat suggereert al een beetje dat ik ook een pakketje van Madrid naar Rome kan laten. Ja, we doen ook allerlei transporten door heel Europa. Okay. Alleen we garanderen het niet. Dus in Nederland en Vlaanderen garanderen we het. Op het moment dat jij het kiest, wordt het bezorgd. Ja. Opgehaald en bezorgd. En naar Spanje of naar Slowakije doen we wel eens. Maar dat garanderen we nog niet. Je kan met prijs heel hoog zetten, kan je het wel gaan garanderen. Dat zou we misschien wel gaan doen. Maar het gebeurt niet heel veel, maar het gebeurt af en toe.
Nou, heel vaak heb je partijen en dan vraag je, wat ben je nou? En dan zeggen heel veel partijen, we zijn technologiebedrijven. Ja. Jullie zijn, de oprichters zijn, komen niet van de technologiekant, maar inmiddels zijn jullie ook een belangrijk. Jullie kern natuurlijk ook technologie. Onze product is technologie. Ja, product is technologie. En als je, bij wijze van spreken, stel wij hadden Uber hier aan tafel gehad een paar jaar geleden, dan hadden ze natuurlijk ook gezegd, ja, we doen het in taxis, maar we doen in vraag en aanbod met elkaar matchen. Ja. Hoe kijk jij naar jullie eigen dienst? Is dat meer dan die busjes zo efficiënt mogelijk laten rijden? Of kijk je verder? Ja, ik denk dat een heel belangrijk component daarbij is het service. Dus we zijn 7 dagen in de week open omdat we iedereen gewoon goede service willen geven. Ik weet niet of in vergelijking met Uber of die dat wel. Ik heb niet het idee. Ja. Volgens mij willen zij gewoon een heel goed product maken. Ja. Dus ja, daar geven we wel, steken we wel veel tijd en aandacht in om klanten zo goed mogelijk te helpen. Als er een moment dat er iets is, dat we er zijn om daar te helpen. En ook aan de couriers om, ja, daar proberen we ook zoveel mogelijk feedback te verzamelen om het product beter te maken. Maar ik hoop dat zij dat ook doen. Ja. Hey, wat is de grootste hobbel die jullie in jouw beleving moeten nemen nu? Waar gaat de winst zitten voor jullie? Welk probleem wat ik net zei, aan die courierskant. Het platform beter maken. Heel veel couriers geven gaan tegen ons aan van het kost me te veel tijd om een opdracht te claimen. En dat is al een stuk beter geworden door de nieuwe dashboard wat we hebben. Maar daar kunnen we nog, eigenlijk willen ze gewoon zeggen ik wil ja of nee. En aan de klant het is zo makkelijk mogelijk te maken dat ze gewoon in 2 minuten hun transport hebben geüpload en betaald en klaar. Dus aan die kanten Ik kan me voorstellen dat je daar dus wel naar Uber kijkt. Want die hebben dat natuurlijk juist dit aspect heel goed voor elkaar. Ja, supermooi product. Met de chauffeurs-app, weet je wel. Die zien gewoon, is ergens een ritje. Je doet tak, ja. Geclaimd. Nee, dat doen ze supergoed. De klant ziet direct waar in jullie geval dan het transport is. En hoe lang het allemaal gaat duren. Kijk, is dat voor jullie ook echt een inspiratie? Dat je zegt, nou zo willen wij worden? Nou, qua hoe ze met hun chauffeurs omgaan. Nee, ik heb het over de technologie. De technologie. Ja, nou ja, hoe simpel zij hun app hebben gemaakt, vind ik echt is supergoed gedaan. Ja. Hoe simpel. Eigenlijk als je die app opent, staat er bijna geen tekst, geen uitleg. Dus dat hebben ze supergoed gedaan, dat het zo makkelijk werkt. Ja. Alleen, bij hun een transport boeken is wel iets makkelijker dan bij ons. Want jij moet gewoon à la minuut een taxi hebben die naar het plek komt waar jij staat. En bij ons moet er een bepaald product worden vervoerd, die moet ergens worden opgehaald en afgeleverd. En er zijn misschien wat meer wensen. Hè? Moet er 2 man komen? Moet het extra verzekerd worden? Is het bijzonder groot of moeilijk? Dus er zijn iets meer vragen bij ons wanneer je een transport boekt. Maar we willen het wel net zo simpel maken. Ja, maar wat jij even aansluitend op wat jij over Uber zei. En dat is natuurlijk zo, wat we over Uber weten. Technisch hebben ze allemaal prachtig gedaan. Ja. Maar er zijn nogal wat vragen over bijvoorbeeld de chauffeurs. En wat die betaald krijgen en et cetera. Ja. Maar je hint er net zelf op. Is dat een principieel ding voor jullie? Of ja, aan de andere kant, ja, weet je, het is vraag en aanbod. Als jullie het voor de klant goedkoper kunnen maken en er is iemand die zijn busje voor wil laten rijden. Ja, er zit wel een grens, denk ik. Dus ja, er is wel een bepaalde grens. Die is niet te definiëren, maar ik denk wel dat op dit moment zijn de couriers heel blij met ons platform, omdat ze zien als een toevoeging op wat ze al hebben. En daardoor heel blij zijn met het gebruiken, omdat het extra waarde geeft aan hun. En ik denk ook, als zij het een goed product vinden, dan is het ook beter voor brenger. Dus wanneer zij het graag willen gebruiken, dan zullen klanten ook eerder geholpen worden en is iedereen blijer. Want dan gaan er dus wel sneller transporten plaatsvinden. Ja. En dus laatste vraag voor mij, hè? Je wil naar het buitenland en je noemt jezelf brenger. Ja, vanaf dag 1 was die ambitie er, was de naam hetzelfde. Dus we denken dat het met deze naam ook kan. Ja, Bringer. Ja, de Bringer. Is in het Engels of Duits is het Bringer. Je kan de associatie misschien wel maken. Ja. Ja, in Nederlands is het een heel letterlijk woord. Ja. En dat wilden we ook toen. Maar we dachten ook van, nou ja, in het Engels is het niet zo gek. Dus Nee, eens. Ja, mijn laatste vraag. Je beperkt in je aanbod heel erg tot de grote spullen. Ja. Dat beperkt je natuurlijk enorm in het volume. Want er wordt ongelooflijk veel heen en weer gereden in het hele land met allemaal kleine dingen. Ja, en er zijn ook meerdere partijen die dat heel efficiënt doen. Ja. En onze ambitie ligt daar niet om daar nu tussen te zitten. Dus. Ja. Voor grote spullen, ja, de
de kost is meer volume, maar er wordt ook meer voor betaald. Oké, okay. Dus dat is een hele bewuste keuze. Ja. En ook geen ambitie om daarin te gaan schuiven. Nee, ik denk niet dat ons netwerk van couriers daar nu mee kan concurreren, überhaupt. Ja. En ik, dat is ook niet... Ja, ik denk dat ze dat goed genoeg doen. Ja. Oké, okay, dan de allerlaatste vraag. Dat mag altijd, laatste, allerlaatste. Kom ik even terug op wat je aan het begin al zei. Je hebt het ook uitgelegd. Dat het allereerste idee was om elke auto, ook particuliere. Ja. Toen zei je, ja, het is ook ingewikkeld qua regelgeving. Wat is daar je belemmering? Oh, ik weet niet of je dat zei, maar wat betreft particuliere transporten is er niet een regel in Nederland over wat ze mogen bijverdienen. Nou, maar kan ik mij wel aanmelden als particulier met een busje? Nee. Waarom eigenlijk niet? Nou ja, omdat wij dus vooral eigenlijk, ja, nou ja, die professionele couriers geven ook een bepaalde service. Ja. Die hebben apparatuur, een laadklep of een hondje, dus zo'n ding met vierhulsjes. Of verhuisdekens, allerlei dingen om transport goed te laten verlopen. Beter dan dat particulieren dat kunnen. En daarom hebben we voor nu eigenlijk gekozen dat particulieren dat niet kunnen. Ons ideaal is wel dat dat ooit weer wel kan. Ja. En dat je dan weet dat je dat ook door een particulier laat vervoeren. Dus dat het misschien iets minder goed is, maar wel goedkoper kan. Ja. Oké. Okay. Nou, ik echt respect om dit binnen 2 jaar uit de grond te stampen. Absoluut. Ik bedoel, ja, goed werk. Hard werken, dankjewel. Denk ik. Ja, het is hard werken, maar, energie krijg je ervan. En welke opleiding heb jij gevolgd voordat je dit ging doen? Ja, niet iets wat internationale betrekking. Internationale politieke economie master. Ja. En heb je er wat aan gehad bij wat je nu doet? Denk het niet. Nee, nou ja, dat is... Misschien dat ik goed veel teksten snel kan begrijpen, maar dat is ook niet zo vaak nodig. Nee. Hey, ontzettend veel succes en kom over een tijdje maar eens vertellen hoe het jullie vergaan is. Ja, veel dank. Ja, jij bedankt. Jullie bedankt voor het kijken en we danken zoals altijd Bier & Co. voor de biertjes. Jesse met Groningen voor de livestream. PQR voor de hosting van de website. En Freedom Lab voor de gastvrijheid. Kijk je live, blijf kijken. Zo direct gaan we het hebben over Spotify. Kijk je on demand en dan weet je dat je die uitzending net als... Stekel, weet je dat? Heb je nou je tellen deze week? Oh shit. Ja, duizend. Ja, 1000 uitzendingen nog eens kunt terugzien. Blijf dus kijken als je nu live kijkt. Dankjewel. Dag.